Ja, Peugeot heeft een nieuwe leeuw, de nieuwe Peugeot 208. En die auto staat hier achter mij en Peugeot heeft daar bijzonder hoge verwachtingen van. En vooral in 2020 vooral van die elektrische variant, de E208. Want die komt bij zakelijk gebruik in aanmerking voor 8% bijtelling. Maar die E208 kost wel 36.250 euro. En dat is toch voor veel particulieren nog altijd veel geld voor een eerste elektrische auto. Dus het gros van die Peugeot 208 modellen zal gewoon met een conventionele verbrandingsmotor worden verkocht. Mij staat de Peugeot 208 met misschien wel de interessantste krachtbron voor de Nederlandse markt. Dit is de Peugeot 208 100 pk PureTech. Ja, zoals gezegd, we rijden nu in de Peugeot 208 PureTech 100, gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bar. Het is een benzinemotor met turbo en dankzij die turbo levert deze 3-cilinder, want het is een 3-cilinder benzinemotor, onderin al lekker veel trekkracht. En dat betekent dat je deze auto heel erg goed schakellui kunt rijden. En de koppeling is ook lekker licht, dus in de file krijg je ook niet zo'n heel erg zwaar linkerbeen. En met een gemiddeld verbruik van 1 op 20, ja, daar kun je ook prima mee thuiskomen. Laten we er even een rondje omheen lopen, want dan zie je dat die nieuwe 208 wel een hele herkenbare snuit heeft gekregen. Ook met die opvallende slagtanden, zoals je ziet. Deze koplampen, de full LED koplampen, met die 3 klauwen van de leeuw. Je ziet hem hier ook eventjes. Maar van die leeuw, ja, die zijn wel optioneel. Die koplampen kosten 1100 euro in het geval op deze Allure. Dus dat is wel een meerprijs. Standaard heeft hij gewoon LED koplampen, maar dat met een ander design. Maar wil je echt dit design hebben, dan moet je dus bijbetalen. Ja, die grill die valt ook lekker op. De auto is sowieso heel erg breed aangezet met brede heupen. Je zou eigenlijk bijna gaan afvragen waarom Peugeot niet met een 208 GTI variant komt. Want die auto die smeekt er gewoon naar. Het ontwerp is daar perfect voor geschikt. En de auto rijdt ook bijzonder leuk en lichtvoetig. Dat komt omdat die auto ook enorm is afgevallen. En die brede kont die valt ook enorm op. Waarbij natuurlijk dit deel enorm opvalt. En dit heeft Peugeot gedaan om die breedte van die auto extra te benadrukken. En je zag ze net al, die 3 klauwen van de leeuw, die komen ook hier terug in die achterlichten. Dus het ontwerp van die nieuwe Peugeot 208, ja, dat valt wel enorm op. De auto deelt overigens ook techniek met de Opel Corsa, staat ook op hetzelfde platform, delen dezelfde motoren. Alleen Peugeot heeft er wel een heel eigen smoel aan gegeven. Nou, je ziet het al, hij heeft automatisch inklapbare zijspiegels, dat is ook afhankelijk van de uitvoering, op de Allure zitten die. En het interieur, ja, dat heeft Peugeot echt wel leuk gedaan. Met opvallende kleurtjes, die zie je het ook al. Een soort van blauw-groene stiksels. Komt ook hier weer op terug. En ook weer op de stoelen. Peugeot kiest voor een zeer nette interieurafwerking. Met natuurlijk ook de bekende i-cockpit. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar je ziet het ook, Peugeot werkt met diverse lagen. Toplaag, onderlaag. En daaronder weer een andere laag. En op elke laag zijn functies ondergebracht. Toplaag is ook mooi zacht. Dit is een soort van carbon look. Staat er erg leuk bij. En hier zie je van die pianotoetsen. Gaan we zo meteen verder op in. Daar gaan we ook even achter het stuur zitten. Maar het interieur ziet er wel heel erg netjes uit. Zoals je ziet. Maar achterin is ook meer dan genoeg ruimte. Het is overigens niet de ruimste auto in het B-segment. Maar je kan er prima zitten ook als je 1,85 bent. Heb je ook nog voldoende been- en knieruimte. En je ziet het ook nog 2 stroompunten, USB-punten. Zodat de personen achterin ook nog gewoon hun telefoon kunnen opladen. Stel je zit hier met 2 volwassenen. Ja, dan is deze derde of de middelste zitpositie eigenlijk onbruikbaar. Omdat er dan eigenlijk gewoon te weinig ruimte is. Ook omdat deze middeltunnel wat verder naar achteren komt.
Nou, de bagageruimte dan. Die is kleiner geworden ten opzichte van de vorige Peugeot 208. Ik heb er voor het geval nu even een Segway ingelegd, want die ligt ook in de breedte en dan kun je ook zien hoe diep die is. Maar ja, je kunt er dus wel een paar kratten, bierkratten in kwijt, maar of boodschappentassen. En die achterbank, die kun je ook neerklappen. Alleen, dan ontstaat er geen vlakke bodem. Kijk, en dat is bij andere B-segment modellen toch wel het geval. We kijken hier naar de PureTech 100, maar die krachtbron is niet de instapper. Want de Peugeot 208 begint bij €17.980 voor de Like variant. Maar die is er alleen met een 75 pk sterke PureTech benzinemotor. En wij rijden in het derde uitrustingsniveau, de Allure. En die is er vanaf €21.180, ook met die 75 pk benzine. Maar je bent beter af met de 1.2 PureTech met 100 pk en handgeschakelde zesbak. En die kost €22.880. En dan wordt het dus tijd om in te stappen in die nieuwe Peugeot 208. En vooral aan de passagierskant valt op dat deze 208 ook weer die i-cockpit heeft. Laten we vooral even gewoon plaats gaan nemen. En zo, dan doen we de deur even dicht. Kijk, en dan zitten we dan in de nieuwe Peugeot 208. Allereerst even een klein kritiekpuntje. Je ziet het hier misschien al. Peugeot past heel veel hoogglans zwart plastic toe. Ook hier op de middenconsole, ook op het stuurwiel. Je ziet bijna overal hoogglans zwart plastic. En dat heeft wel als nadeel dat het heel erg gevoelig is voor krassen, maar ook voor vette vingers. Dus je moet wel een beetje van poetsen houden in een Peugeot 208. Maar het moet wel gezegd worden, het ziet er allemaal wel heel erg netjes uit. Tijd om de startknop maar eens even in te drukken. En dat valt meteen op dat deze auto de 3D-cockpit heeft. En wat houdt dat in? Nou, de snelheidsmeter, dus in dit geval de 0, staat hier nu op. Die staat wat verder naar je toe. En dat is op zich wel een heel leuk effect tijdens het rijden. Want ja, dat komt als het ware meer naar je toe. Dus daar heeft Peugeot wel speels opgelost. En hier in deze delen, en dit, daar komt ook de richtingaanwijzer in terug, zoals je ziet. Dus het is ook een soort van hendel, maar hier heeft Peugeot nog wat lampjes in verwerkt. Ja, en hoe zit je dan in die nieuwe Peugeot 208? Ja, dat is eigenlijk sterk afhankelijk van je lichaamsbouw en dan vooral van je torso en van je benen. Want i-cockpit is als het ware zo ontwikkeld, althans dat heeft Peugeot zo bedacht, dat je met een klein stuurwiel boven het stuurwiel uitkijkt naar de meters. Maar dat is wel sterk afhankelijk van je lichaamsbouw, want uiteraard is het stuurwiel te verstellen. Hij kan extreem laag, niet heel erg hoog, en uiteraard kan die ook in diepte worden versteld. Maar stel, het stuurwiel staat voor mij nu zo goed. Dan zet ik hem hieronder vast. En dan valt op, je ziet het al, ik hou nu de camera voor mijn ogen, dat deze balk voor de meters zit. Dus niet voor iedereen is die i-cockpit geschikt. Ik zou ook vooral adviseren, ga vooral eventjes proefzitten bij de dealer. Of je de meters goed kunt kijken in jouw meest ideale rijpositie. Enfin, het is wel een leuk concept en het stuurwiel ligt ook heel erg lekker in de hand. Lekker compact. Dat zouden misschien meer fabrikanten moeten doen. Dat ze een wat kleiner stuurwiel toepassen in hun auto's. Dat is ook mooi afgevlakt voor een lekker sportief gevoel. Ja, en deze Peugeot 208 met 100 pk sterke benzinemotor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Je kan hem optioneel ook krijgen met een achttrapsautomaat, de EAT8. Maar deze handgeschakelde zesbak is toch wel bijzonder lekker. En ook voor de sportieve rijder heeft deze bak absoluut de voorkeur. In een neutrale positie lijkt het een wat slappe bak, maar als je eenmaal aan het schakelen gaat, dan valt op dat die bak heel erg strak schakelt, ook lekker soepel. En omdat die pook wat hoger is, valt tijdens het rijden ook meteen je hand erop. Dus je kan als het ware heel lekker en heel naturel op een natuurlijke manier van verzet wisselen. Het infotainmentsysteem kennen we inmiddels van andere Peugeot modellen. En in de 208 heeft hij bijna een 10 inch scherm. Infotainmentsysteem werkt op zich prima, ondersteunt ook Apple CarPlay en Android Auto. Maar het moet wel gezegd worden dat het systeem wel wat bedenktijd nodig heeft af en toe. En wat altijd opvalt bij Peugeot is dat er heel veel via dit display moet worden bediend. En dat betekent altijd een vorm van afleiding tijdens het rijden. Bij een Opel Corsa bijvoorbeeld, de technisch identieke Opel Corsa, kun je nog de airconditioning bedienen met knoppen hieronder. Lekker intuïtief tijdens het rijden, dat is nauwelijks afleiding. Maar bij deze Peugeot moet je altijd eerst op het display drukken. Dan krijg je hier je temperatuurregeling en hier de stand van je blazers.
Dus het is altijd een handeling die je moet doen. En wil je dan weer terug, dan kun je weer naar dat pijltje drukken. Of je werkt met deze tiptoetsen. Het zijn eigenlijk aanraakgevoelige knopjes. Druk je erop, in dit geval de auto. Dan krijg je de auto-instellingen. In dit geval de telefooninstellingen. Hier heb je nog wat apps. Android Auto, Apple CarPlay. Dus even kort samengevat. Muziek, de airco, navigatie, auto-instellingen, telefoon, apps en instellingen. Druk je erop. Dan krijg je dit menu te zien. En dan krijg je ook meteen thema's te zien. Want je kan dit infotainmentsysteem ook verder personaliseren. Druk bijvoorbeeld op thema's. En je ziet dat hij nu op thema bleu staat. Druk je op red. Even op oké drukken dan. En dan zie je dat hij het infotainmentsysteem een rode thema geeft. Druk je nog een keer op thema's en je doet thema kwarts. Dan verandert hij alles in kwarts. Zet hem maar even terug op bleu. Dus zo kun je het infotainmentsysteem naar eigen smaak aanpassen. En dat kan eigenlijk ook voor dit 3D instrumenten cluster. Er zitten hier op stuurwiel diverse knoppen. Maar je moet in dit geval even kijken naar deze draaiknop. Want als ik hier aan ga draaien, dan zie je ook minimaal, navigatie, rijden, meters. Kun je allemaal op drukken. Er staat nu in dit geval al op meters. Drukken we op minimaal. Kijk, dan verandert ook het een en ander. En je kan ook kiezen voor navigatie. En dan tover je als het ware de navigatiekaart voor je neus op dit display. Ja, opbergruimte heeft de Peugeot 208 genoeg. Hier kun je bijvoorbeeld een drinkfles kwijt. Het dashboardkastje is bijzonder diep. Je kan er echt ook wat grotere tassen in kwijt bijvoorbeeld. Hier heb je nog een USB-lader. Daar nog een USB-lader. En onder dit klepje, druk erop. En dan heb je hier in dit geval een inductielader voor je telefoon. Kost €150. Ik zal het altijd bestellen. Je kan er bijvoorbeeld ook nog je zonnebril in kwijt. Hieronder heb je dan ook weer aflegruimte. En nog een 12 volt aansluiting. Hier heb je nog twee bekerhouders. In dit geval voor halve liter flesjes. En hier heb je natuurlijk nog een soort van middenconsole waar je ook weer spulletjes in kwijt kunt. En wil je nu meer weten over de nieuwe Peugeot 208? Lees gewoon de complete test op autorij.nl. Druk natuurlijk ook even op die abonneerknop van ons YouTube kanaal. En zet ook even het belletje aan. En voor nu bedankt voor het kijken. En tot een volgende video.